Vrijdagavond vond op de Grote Markt een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag in Orlando. De herdenking was georganiseerd door het COC en homo-jongerenorganisatie DITO. Ongeveer 250 belangstellenden waren aanwezig voor een minuut stilte en het aansteken van een kaarsje. Orlando, een schietpartij in Homo Club Pulse. Dat was het nieuws. 20 doden, 49 doden, 53 gewonden. De grootste schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis, een hate crime. Een daad specifiek gericht op de LGBT community. In het nieuws zijn het 49 levens. In mijn nieuws zijn het 49 broers en zussen. Zij zijn daar van hun unieke leven beroofd. En waarom? Omdat ze zijn wie ze zijn en omdat ze houden van wie ze houden. Dat doet heel veel pijn. Het komt dichtbij. Op 25 juni 2015, bijna een jaar geleden, werd overal in Amerika de wet aangenomen dat stellen van het gelijke geslacht eindelijk met elkaar mogen trouwen. Enorm veel profielfoto's op Facebook kregen een regenboogfilter. Dezelfde kleuren als die ik hier zoveel voor mij nu zie. Veel LHBT'ers, maar ook zeker veel participanten, niet-LHBT'ers, pasten hun profielfoto aan om het te vieren. Helaas kan ook nu, een jaar later, weer een filter over je profielfoto heen gezet worden. Deze keer niet om iets te vieren. Ook wethouder Bert Frings was aanwezig bij de herdenking. Eigenlijk kun je alleen maar even terugdenken aan wat er gebeurd is. Het ongeloof, de verbijstering toen het nieuws kwam dat er een groot schietincident in Amerika had plaatsgevonden. Het grootste schietincident tot op heden. Hoeveel haat moet er niet in iemand opgekropt zijn en gekoesterd zijn om tot zo'n daad te komen? Ik kan me dat helemaal niet voorstellen. Zoals Obama zei vorig jaar, precies een jaar geleden, met de invoering van het homohuwelijk, zei hij: Love just one. Ik denk ook dat wij daarom hier zijn bij elkaar met z'n allen. Om te laten zien dat liefde altijd zal overwinnen. Bedankt dat jullie hier zijn. Dank je wel.